Wat een prachtige dag. Oké, meisje, klaar voor een nieuw avontuur? Ja hoor. Oké, daar gaan we dan. Welkom thuis. Voorzichtig, daar zitten borden in. Ik breng ze allemaal. Ik wil je later terug. Lieverd, leg dat maar bij de spullen voor de kringloopwinkel. Maar wat is het? Oh, niets joh. Gewoon een paar oude spullen die ik niet meer nodig heb. Zullen we iets te eten laten komen? Oh. Wauw. Hey, meisje. Het lijkt erop dat de storm gaat liggen. Ja, het is moeilijk om naar een nieuwe plaats te verhuizen. Maar zie het als een nieuw begin. Je kunt nieuwe dingen proberen, nieuwe vrienden maken en uiteindelijk zul je je thuis voelen. Ja, ik denk het. Op het schoolrooster staat dat het clubweek is. Prima moment om iets nieuws te proberen. Een nieuw begin? Wat? Pokémon! Dit is de Pokémon Club. Heb je mijn bericht gekregen over Pokémon? Spelen jullie allemaal samen? Natuurlijk! We zijn allemaal vrienden hier. Je hebt alleen een deck nodig. Oh, hey meisje. Hoe was je eerste dag op... Laten we spelen. Ah, je hebt je eigen deck meegenomen. Retrokaarten, nice. Ik gebruik ook mijn oude deck. Weet je hoe het moet? Nee, niet echt. Dan ben je in goede handen. Begin met een deck van 60 kaarten. Trek 7 kaarten. Op het veld plaats je 1 actieve Pokémon en 6 prijskaarten. Plus Pokémon op de bank. Voeg energie toe. Als je zo'n Pokémon uitschakelt, win je een prijskaart. Als je alle 6 hebt of als hij geen Pokémon meer heeft, win je. Ik vertel het nog een keer. Nee, ik snap het. Begin maar. Ik ben Eva. Joshua. Ik haal mijn Pokémon erbij en leg een energiekaart. Je bent goed bezig. Ik leg nog een energiekaart op Scyther en Doohawk. Wauw, je hebt mijn Pikachu uitgeschakeld. Dus dat betekent dat ik een prijskaart krijg. Mooi, ben je klaar? Evolutiedonder, evolueer op de bank, Delta Charge, Scoop op kop, evolueer laatste Eevee, 3 Poké Power Knockout, voeg toe, laatste aanval en gewonnen. Ik ben Joshua. Laten we Pokémon spelen. Ik laat je denken dat je goed bent, maar je bent waardeloos. Zo, ik heb hier helemaal geen zin in. Wat ben je aan het doen? Ik heb gedaan wat je zei en iets nieuws geprobeerd. Mijn taart is mislukt, boogschieten ging slecht en ik ben gestoken door een bijl op mijn... Laten we maar. En ik verloor mijn eerste Pokémon-spel. Waar iedereen bij was. Weet je, ik werd ook altijd verslagen als ik dat spel speelde. Maar toen ontdekte ik dus het geheim. Vertel me het geheim. Oké, kies maar een Pokémon. Oddish. Mooi. Hier komt het geheim. Sluit je ogen. Beeld je in dat Oddish jouw Pokémon is. Je vriend. Hij is altijd bij jou, wat er ook gebeurt. Jullie worden samen sterker.
zeggen? Jij en je Pokémon. Jullie hebben een band. Telkens wanneer ik Pokémon speelde, stelde ik mij de gevechten voor in mijn hoofd. Zag ik het stadion, zag ik mijn Pokémon vormen en zo ging het altijd beter. En soms won ik zelfs. Rematch? Uitdaging geaccepteerd! Stelde ik mij de gevechten voor mijn hoofd, zag ik het stadion. Ik zit Oddish op de actieve plek. Dan wordt het jouw Oddish tegen mijn Eevee. Jij bent eerst, Eva. Joshua, zie jij dit ook? Nee. Laat maar, want ik gebruik een energiekaart om Oddish sterker te maken. Oddish, mes scherp plat! Goeie set, maar kun je dit aan? Ik haal 3 Pokémon van de bank. Zap, zap, zap! En mijn Eevee evolueert in Jolteon! Is dat een glimmende kaart? Dat is te gek! Ik weet het, ja! Dit was het. Je hebt nog maar 1 Pokémon, Eva. Wat ga je doen? Wat zal er nu gebeuren? Wow. Wat een mogelijkheden. Nee, die niet. Nee, nee. Nee, die ook niet. Nee. Oddish? Oh. Ik weet het! Ik maak Oddish sterker met strijdhoofdband. Hup, Oddish! Die zag ik even niet aankomen. 5, 6. Ik heb denk ik gewonnen. Zij heeft me finaal verslagen. Wow. Met een Oddish? Dat was ongelofelijk. Dat was leuk. Goed gespeeld. Wie is er nu? Niemand. Je hebt ons verslagen. Met een Oddish! Vangen! Welkom bij de Pokémon Club. Ik hoor bij de club. Dus het nieuwe meisje kan spelen. Maar hoe zou je het doen tijdens een echte competitie als er championship points op het spel staan? Goed verhaal, kleintje. Wie was dat? Celestine, de beste speler van de school. Waar had ze het over? Regionals!